Welkom, dit is Toekomstmakers vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. Vanaf het evenement Let's Talk Business. Samen met mijn co-host Jim Stoltz praten we vandaag over de Internet of Things. Dat machines met elkaar kunnen praten. Nou, dat klinkt allemaal heel erg abstract, maar het levert jou ook wat op. Bijvoorbeeld, je kunt je koffers tracen dadelijk op Schiphol. En we praten over gevolgd worden via je wifi in de winkel. Dus dat de retailer kan zien wat je allemaal bekijkt en aankoopt. Technisch kan het allemaal, maar willen we dat ook wel? Dat zometeen. Maar we beginnen met onze eerste gast en dat is Jimmy Wind van KPN. Jij werkt voor de afdeling M2M. Dat staat voor Machine to Machine. Dan denk ik, nou, dan moet je best wel een beetje een geek zijn. Dus kun jij beschrijven wat jij thuis allemaal al hebt staan dat je lampen en je oven en je koffiezetapparaat met elkaar kunnen praten? Nou, interessant dat je dat vraagt. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik op dat gebied minder ver ben dan je er wel zou denken. Oh. En dat is ook wel tegelijkertijd een beetje de valkuil van die Internet of Things, want er kan heel veel. Dus we kunnen allerlei dingen koppelen aan het internet. Je kunt een koelkast kopen waar je Facebook kan checken. Alleen ik denk dat daar niet de kracht van het Internet of Things in zit. Dat zit echt in toepassingen bedenken die echt het leven aangenamer maken en die de kwaliteit verbeteren. In de gezondheidszorg, in de energiesector, in transport en logistiek. Ja. En dat is waar het om gaat. Want al snel kom je niet voorbij het gadgetgehalte. Dus ik sprak laatst iemand die dan wel zijn hele huis vol met Philips Huey-lampen had gehangen. En die zei, nou, een paar dagen was het leuk. Maar dan ben je er ook wel klaar mee. Maar dan ben je er ook wel een beetje klaar mee. Ja. En maar dat is ook wat mensen zien natuurlijk in de woonkamer, die gadget. Wat vertel je dan op een verjaardag wat jij doet? Dan zeg je ik zit in de M2M. Op een verjaardag vertel ik dus, en Helle had het al even over in de inleiding, dat er dus ook mogelijkheden zijn die echt relevant zijn. Het voorbeeld wat je net aangaf, waarbij je koffers kunt volgen. We zijn nu met KLM en Fastrack, een bedrijfje, bezig om een oplossing te maken. Jullie oplossing, niet van KLM? Nee, Fastrack, een bedrijfje waar wij mee samenwerken, maakt de oplossing. Ja. Wij leveren onderliggende technologie op het gebied van communicatie, op het gebied van RFID, op het gebied van locatiebepaling. Dus een chipje in de koffer, blijkbaar. Een chip die in de koffer gaat. En daarmee kun je uiteindelijk zelf thuis je koffer inchecken. Dus dan hoef je niet die plastic sticker meer op je koffer op Schiphol te halen, waardoor je alsnog in de rij staat. En je kunt je koffer tracen via een app op je smartphone. Okay. Nou, dat is voor jou als consument, als passagier interessant. Maar voor KLM ook interessant, omdat ze daarmee de kosten van de handling van bagage kunnen reduceren. En op het moment dat je een koffer kwijtraakt, en als ik aan mensen in mijn omgeving vraag, ben jij wel eens je koffer kwijtgeraakt? Steek iedereen zijn vinger op. Ja. En KLM kan zoveel eerder een koffer traceren. Nou, er gaan miljarden om in verloren koffers per jaar aan economische kosten. Nou, met dit soort oplossingen kun je dus dat aanzienlijk reduceren. Dus echt een oplossing die zowel voor bedrijven als voor consumenten toegevoegde waarde oplevert. Okay, tracking en tracing, dat is het dus helemaal ook. Daar hebben we ook een voorbeeld van. Wij gingen langs bij een plantenteler, Zuidgeest de Lier. En die hebben inderdaad ook zo'n tracking en tracing systeem. Dat gaat dus met RFID, Radio Frequency Identification. En dat gaat heel ver hoor, want dan kan de kweker zijn spullen volgen tot in de vrachtwagen, tot wanneer jij je plantje koopt. Laten we even kijken naar een bijdrage erover. Zuidgeest de Lier bestaat inmiddels 30 jaar. Het is een kwekerij wat begonnen is van vader op twee zoons. Begonnen in de groenteteelt en sinds de laatste 20 jaar in de sierteelt, met name kamerplanten. We kweken hier Calendiva. Dat is een kamerplant met vetachtige bladeren, heel makkelijk te verzorgen. We kweken hier een hele berg planten en om die planten te kunnen blijven volgen hebben we het RFID-systeem ingezet. In de praktijk was het zo dat de karren werden afgeleverd en in die distributies raakten de karren kwijt. Dus men wist niet of die kar al binnen was. En dan hadden we heel veel telefoonverkeer en heel veel overleg om te kijken wie en waar het product zich bevond. RFID is een systeem dat zit in een tag. In die tag wordt informatie opgeslagen. En die informatie die wordt uitgescand als het product vertrekt. Dan gaat die door een poortje. Op het moment dat die weer afgeleverd wordt bij het grootwinkelbedrijf of bij de handelaar, dan wordt hij daar in zijn distributiesysteem ook weer ingescand. Je weet altijd op deze manier waar de car zich bevindt. Dat je bijvoorbeeld in Duitsland in de weekenden niet mag rijden op zondag met bederfelijk product. En dat soort dingen, dat kunnen we nu veel beter op elkaar afstemmen. En op termijn zou het ook nog kunnen zijn dat het product wordt gevolgd tot de winkel toe. En dat het zelfs in de winkel nog via een tagje gescand zou kunnen worden als zo'n car weer verkocht is.
fantastisch. Dit is wat er nu kan. Nu nog een sms'je dat ik die planten ook weer even water moet geven. Dan zijn we helemaal rond. Jimmy, nu is het nog maar zo dat 1% van de apparaten volgens mij geconnect is. Ja. Dus nog 99% te gaan. Neem mij even mee naar over 5 of 10 jaar. Hoe ziet die wereld van Internet of Things er dan uit volgens jou? Nou, dan zal daadwerkelijk die andere 99% voor een groot deel zijn ingevuld. En wat betekent dat dan? En dan heb je het niet alleen over het connecten van allerlei apparaten, maar dan heb je het ook over connecten van eigenlijk de complete infrastructuur. Of je het nou hebt over dijken of parkeerplaatsen in grote steden. Straatlantaarns die op afstand bediend kunnen worden, waar we binnenkort ook een pilot mee gaan doen. Dus heel veel, eigenlijk alles wat er maar te vinden is aan fysiek object, zal gewoon op een of andere manier sensoren bevatten waarmee gemeten kan worden hoe is de toestand. En zullen ook op afstand triggers kunnen worden gegeven. En is dat iets waar jij je op verheugt? Of denk je van, oh jee, wat blijft er eigenlijk nog over van ons als mens in deze maatschappij, als al die sensoren al alles voor ons invullen? Nou ja, dat is inderdaad wel een zorgpunt. Want je merkt over het algemeen, dat is natuurlijk al decennia, al vanaf de industriële revolutie, dat de automatisering plaatsvindt, waardoor er arbeidsplaatsen verdwijnen. Maar waar ook de kwaliteit van leven wordt doorverhoogd. Nou, en ik denk dat Internet of Things echt een fase is waarin je opnieuw een versnelling ziet. Alleen die heeft inderdaad wel aandachtspunten. Deloitte had een onderzoek gepubliceerd vorige week dat uiteindelijk 3 miljoen banen verloren zullen gaan hierdoor. Geloof je het? Ik denk dat dat wel zo zal zijn. Was voor laatst voor de grap, hoorde ik iemand de grap maken van zo'n jongetje die met zijn vader zat te praten. Wat wil je worden als je later groot bent? Robot. Maar een hoop beroepen zullen geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd worden. Toch nog even naar de rol van KPN. Hè? Want als dan alles aangesloten wordt op internet, we kunnen alles meten, we zijn nooit meer iets kwijt. Wat is dan jullie rol? Want op zich die functie die kan een Ziggo of een andere telecompartij ook vervullen. Waarom loopt KPN hierin voorop of waarom moeten mensen bij jullie zijn? Nou, eigenlijk twee dingen. Het gaat vaak om toch cruciale verbindingen, zeker ook in de gezondheidszorg. Daar zal ook Internet of Things een grote rol gaan spelen. Maar ook transport en logistiek, beschikbaarheid van die connectiviteit, van die verbinding, is essentieel. Nou, daar heeft KPN natuurlijk als geen ander 130 jaar track record. En dat kunnen we als geen ander. Wij kunnen ook een veelheid aan verschillende communicatieoplossingen bieden. Hè. Niet alleen vaste lijnen, mobiel, maar ook dingen als RFID, zoals jullie net in het filmpje zagen. Maar ook zaken als security, privacy zijn hele belangrijke aspecten. Daar wil ik meteen eventjes op inhaken, want daar begint iedereen natuurlijk meteen over. Hè? Die privacy, we hebben voor deze uitzending gesproken met een veiligheidsdeskundige die advies geeft aan bedrijven. En die maakt zich wel degelijk zorgen over de privacy. Als we al die apparaten in ons huis en op ons werk en als we onderweg zijn naar ons werk of huis met elkaar geconnect zijn. Ik kan me voorstellen dat een criminele bende gaat kijken van welke mensen zijn er op vakantie. Als ze dat vanuit het energiebedrijf kunnen zien, dat je thermostaat in de vakantiestand staat of dat je heel weinig energie verbruikt, dan weten ze, hé, die mensen zijn niet thuis. De meeste communicatie tussen bijvoorbeeld de zogenaamde slimme thermostaten en de intelligente meters is niet beveiligd. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor ons alarm. Security is een bleeder, zeggen ze wel eens. Het is een kostenpost. Dus de providers, de telco's, de kabelmaatschappijen, die gaan dit echt niet uit zichzelf doen. Ja, hij zegt privacy en veiligheid is echt een kostenpost, hè, ook voor een bedrijf als KPN. Ja. En dat gaan die bedrijven dus niet doen. Dus er zou eigenlijk misschien wel een controle vanuit de overheid meer op moeten komen. Of op een andere manier dat geregeld zou moeten worden. Wat vind jij daarvan? Nou, bij ons staan de security en privacy staan ergens bovenaan als strakke randvoorwaarden van onze dienstverlening. We hebben een apart competence center ingericht wat zich puur richt op security. En misschien wel een aardig feitje, KPN heeft ook meegedaan aan de Hack Olympics, zeg maar. Daar zijn we derde geworden. Dus we hebben ook allerlei mensen in dienst die maximaal dingen testen en checken op hackability. Is dat 100% gegarandeerd? Nee. Maar wij doen er alles aan om te zorgen dat security maximaal geregeld is. Hè? Ook onze leveranciers. Dus we werken voor Internet of Things samen met partijen. Want je doet het niet in je eentje. We doen dat niet in ons eentje. Dus wij werken met partijen samen die hardware, die software, die oplossingen bieden. Nou, die moeten allemaal door een proces. Bij het contract, zware security, addenda. Alles wordt doorgelicht voordat wij dat onderdeel maken van een propositie. Die we uit naam van KPN naar de markt brengen. We hopen het. We hopen het. Ja. Oké, okay. Ja. Jimmy Wint, heel hartelijk dank voor je komst.